ene. The Big Tiny van Dee Williams. Ja, die is een van de tiny house pioniers in de Verenigde Staten. En zij heeft een boek geschreven over haar eigen zoektocht naar ja, haar manier van tiny wonen. En dat is een ja, mooi verhaal. Die woonde in een kast van haar huis, had een drukke baan en kreeg een hartkwaal. Ging daar bijna aan onderdoor en besefte van zo werkt het niet voor mij. Ik moet het anders gaan doen. Ging een heel klein, prachtig houten huisje voor haarzelf ontwerpen en bouwen. En daar woont ze nu al jaren in. Met veel plezier. Ontdekte dat ze verder niets nodig had. Nummer 2. Turning Tiny. Tiny House bewoners uit de Verenigde Staten die uitleggen in korte verhaaltjes waarom zij ervoor gekozen hebben om in een tiny house te gaan wonen. En er zit ook een verhaaltje in van een Nederlandse, Frida Bakker. Frida is onze speel, de verbinding tussen de tiny house beweging Nederland en Amerika. Mooi boek. Heel inspirationeel, zoals dat heet. Nummer 3. Ja, dit is een Nederlandse. Slim ruimtegebruik. Een boekje van Marcel van Mierlo. Hij is de auteur van het blog Leven in Tuinen en volgt al jaren kleine huisjes, kleine kantoortjes, kleine tuinhuisjes, van alles en nog wat. Besteedt aandacht aan kleine architectuur. En heeft een heel leuk boekje geschreven met, waar je heel veel inspiratie op kunt doen. Voor de bouw, het werk van je eigen tuinhuis misschien wel.